Voor de leerlingen en leerkrachten van het kleuter- en basisonderwijs in Riemst zit zomervakantie erop. 1400 kleuters en leerlingen stapten maandag opnieuw de poort binnen van de school om de hoek. Als gemeentebestuur vinden wij het belangrijk dat elk kind in eigen dorp naar school kan gaan. We bekijken onze scholen dan ook niet alleen als school, maar ook als ontmoetingsplek en kloppend hart van het dorp, waar mensen elkaar ontmoeten en hetgeen dat de dorpen jong houdt. Het is om die reden dat wij onze dorpsscholen zo goed mogelijk willen blijven versterken. De kwaliteit van het onderwijs en het comfort van de leerlingen en leerkrachten staat daarbij centraal. Het is daarom ook dat wij de leerlingenstroom naar volgend jaar toe beter willen beheersen. En daarom willen wij vanaf nu bij de inschrijvingen vertrekken vanuit het aantal klaslokalen, zodat we al onze scholen optimaal kunnen benutten. Zo krijgen bijvoorbeeld broertjes en zusjes van reeds ingeschreven kinderen voorrang. Het gemeentebestuur zit intussen niet stil en investeert ook in nieuwe schoolgebouwen in Genoelselderen en Herderen. De school van Genoelselderen krijgt ondertussen stilaan vorm, zoals u kan zien. En de school in Herderen, daar beginnen we aan te bouwen in november van dit jaar nog. De school biedt onderdak aan 9 klassen lager- en kleuteronderwijs. Het is een project van 4.600.000 euro, waarvan meer dan 80% gesubsidieerd wordt. En zo is ook Riemst helemaal klaar voor het nieuwe schooljaar.